Ja, hebben we dat een beetje gevolgd, vrienden? Dat hele Hazes gebeuren. Met het Ganes ook. Binnen die familie, ja. En dan gaan jullie natuurlijk tegen mij zeggen. Ja, maar hey, waar maak jij je nou druk over? Hé, hey, met die familie Hazes. Laat die godsnaam zitten. Nee, want ik vind het juist leuk om hem met onzin bezig te houden, vrienden. Ja, want het is goed, dat houdt de hersenen lenig en soepel. Neem het maar van mij aan. Ja, en dan ga je gewoon ontspannen en creatief door de dag heen. Ja, en daarom ben ik met die onzin bezig. En dan volg ik dat gewoon, hè. Zo'n familie Hazes, hoe dat dan gaat. Want, ik breng jullie maar even een beetje op de hoogte. Want als je het niet allemaal gevolgd hebt, dan raak je heel snel eruit, hoor. Dan denk je van, hoe zit het ook alweer? Want wie maakte dan ruzie met wie? En wie heeft het weer goed gemaakt met wie? Want dat is het verhaal steeds daar. Ja, want die mensen bij Hazes, die weten niet hoe ze normaal met elkaar moeten omgaan. Dus hebben ze er een hobby van gemaakt om bonje met elkaar te maken. Nou ja, oké. En dan hebben ze natuurlijk allemaal een beetje afkortingen in de naam. Hè? Want je hebt dus Rachel, de moeder, dus die noemen ze dan Ras. En dan heb je Roxanne, de dochter, en die noemen we Rox. En dan hebben we natuurlijk André, en die noemen we natuurlijk Dreetje. En dan hebben we Monique, de vrouw van André, en die noemen we Moontje. Nou, dan zijn we helemaal op de hoogte en dan weten we hoe die gaat. Nou, dan ga ik dat proberen zo kort mogelijk, maar ik weet niet of dat lukt, proberen uit te leggen hoe dat dan gaat dan. Nou, in ieder geval, het boterde allemaal al niet sowieso tussen de Ras en de Rox en de Dree. Dus dat was al niet geweldig. Maar dat bereikte zijn hoogtepunt toen Moontje erbij kwam. En Ras en Moontje, vrienden, dat is water en vuur. Die mogen elkaar niet, in ieder geval, de Ras mag Moontje niet. En dat gaf een heleboel heisa. En daar werd natuurlijk Dreetje ook weer boos over. Dus die was weer kwaad op de Ras. Nou, goed. Maar intussen sprak Dree ook de Rox niet. Nee, want Rox die trok partij voor Ras in geval met Moontje. Kortom, op dat moment had iedereen ongeveer ruzie met elkaar. Kijk nou volgen allemaal. Ja, het is ongelooflijk ingewikkeld, hoor. Ja, en het is niet zomaar wat, hoor. Het Hazes gebeuren. Daar moet je je echt in verdiepen. Maar ja, dit is zo'n mooie onzin dat ik neem daar de tijd voor. In ieder geval, daar staan we dus. Hé, ik bedoel, Ras heeft zeg maar ook ruzie met Moontje en ruzie met Dreetje. En Dreetje heeft ook weer ruzie met de Rox. Nou, in ieder geval, dat werd allemaal weer goed gemaakt. Er kwamen weer vredespijpen tevoorschijn. Er werden weer gesprekken gevoerd. En uiteindelijk was Dreetje weer oké met de Ras. En was Roxanne ook weer goed met Dreetje. Want die vond het toch ook wel jammer dat er zoveel jaren verloren waren gegaan tussen broer en zus. Zo ver, zo goed. Dus dan denk je bij jezelf, niks aan de hand. Dus toen was er eindelijk een beetje rust in de familie. Nou, hè. Maar wat gebeurde daarna? Ja, toen kreeg Ras psychische problemen. Die moest even in een inrichting even een beetje bijkomen. En die lieten geld beheren door andere mensen. Nou, dat ging dus helemaal fout. Die gingen er, weet ik veel, met het geld vandoor. Zij was boos. En daar was de Rox ook weer bij betrokken. Dus toen kregen we weer bonje tussen de Rox en de Ras. Ja, die stonden weer boem zo tegenover elkaar. Nou goed, de Dree was nog steeds oké met de Ras. Maar wat gebeurt er nu weer? Wat is er nu weer gebeurd, vrienden? Ja, de Rox die vertelt dus zeg maar in de beste zangers dat zij een soort heimweesyndroom heeft. En dat heeft zich overgehouden aan de Ras die haar vroeger 9 maanden alleen heeft laten zitten. Toen ze een boek ging schrijven
over papa aan de echte André Hazes. Nou, in ieder geval, dat wordt natuurlijk aan alle kanten weer ontkend. En toen dook ook daar Dree weer in. Ja, want vrienden, wij weten dit alleen maar omdat zij interviews geven en zich constant ook melden in de sociale media. Daarom kunnen we dit verhaal zo prachtig volgen. En toen zei de Dree dat het schande was wat de Rox had verteld over zijn moeder. Nou, dus, wat hebben we? Dus die Rox en die Ras, die staan dus nu weer lijnrecht tegenover elkaar. Dus dat is weer ruzie ten top. En ook nog eens een keer hebben we een nieuwe bonje tussen de Rox en de Dree. Ja, want die zijn natuurlijk ook weer kwaad op elkaar. Nou, kortom, daar staan we nu. Ja, nou, ik weet één ding wel heel erg zeker. Dat onze vriend Bert van Leen, ja, van het familiediner, ja, die wordt hier helemaal duizelig van.